Het is super mooi weer, dus we gaan naar buiten en we gaan het spel doen. En wat heb je daarvoor nodig? Jezelf en iemand anders. En twee kleuren stoepkrijt. Hoeft niet per se twee, maar is wel leuk. En op de grond gaan we cijfers maken. Ik heb ze al getekend. Hier staat de 1 en ze moeten naar jou toe, dus dat jij het goed kan zien. Daarom zijn ze voor jullie niet op z'n kop. 1, 2... Welk getal is dit nou ook alweer? 3! Ja, 3. Wat kan er na 3? Ik weet het niet. Kun je misschien even vingers doen? Wat komt er na 3? Kan ik ze tellen? 1, 2, 3... Ah, ja, de 4. De 4. En een 4. En ik heb een mooie kader omheen gezet. En een stip. En dat is wel grappig. Want de stip is eigenlijk een soort cirkel. Deze leg ik aan de kant. Die heb ik niet meer nodig. En nu ga ik vragen aan Rick om een code te noemen. Een makkelijke code ga ik mee beginnen. En hij noemt dan een paar cijfers. En daarna stopt hij. En zegt hij dus stip. Dan betekent dat de code afgelopen is. En dat jij hem kan gaan springen. Nou, gaan we kijken of het mij en jullie gaat lukken. Rick, noem een makkelijke code. 1, 3, 2, stip. Goed onthouden. 1, 3, 2, stip. Was het goed? Ja. Nog een keer. 1, 4, 3, stip. 1, oh jee. 4, 2, stip. Was het goed? Ja. Mooi. Je weet het ook niet meer zeker, hè? Nee, is niet erg. Maar goed, zo gaan we oefenen. Dus lekker bewegen. Bonnie, ga je ook even meedoen? Zal ik voor jou een code doen? 3, 4, 2, stip. Komt ie aan. 3, 4, 2, stip. Dat was leuk, hè? Nou, heel veel plezier.